The first time I saw this picture, my instant reaction was like, what's this? It looks kind of ridiculous. Jesus expressing himself not only by words, but through music, like a DJ. Of course, this picture is not real. Electronic dance music is from the last ages. But the longer I looked at it, I started thinking about what's happening here. People listening with attention to what he's playing. I'm wondering, could this be a way of telling people something about your faith and your values? Why not? If there's one thing that marks this decade, then it's dance music. So, let's find out. Kun je jezelf voorstellen? Ik ben Mark Zwart. Ik ben Head of Creative bij Cloud9 Music. Ik ben Joram. Joram Kaat. Ik ben 27 jaar. Ik werk bij de EO als presentator en programmamaker. So, my name is Julia Volvi and I am a lecturer in media and communication at Erasmus University in Rotterdam. Mijn naam is Nando Kok. Ik ben muzieksamensteller en audiovormgever bij Groot Nieuws Radio en 7FM. Ik overzie hier de creatieve afdeling. En dat houdt in dat wij artiesten, auteurs tekenen met een publishing deal. Wij tekenen hun muziekrechten. En wij zijn er eigenlijk voor verantwoordelijk om, om die auteurs zo creatief mogelijk te kunnen ondersteunen. Dus vooral op het creatieve vlak. Met studiosessies, met het shoppen van platen naar labels. Daarvoor te zorgen dat ze continu eigenlijk nieuwe muziek kunnen creëren. Dus we staan eigenlijk aan het wiegje van een liedje. En wij zorgen ervoor dat dat tot een product komt wat uitgebracht kan worden. And my main research interest is that of religion and media, and especially digital media. And specifically, I look at how various religions use various forms of media to promote their messages, to engage with believers, and to create a sense of community. Ja, binnen Cloud9 Music werken met artiesten als Armin van Buuren, Hardwell, Nervo, tot aan Yo Silvio, Esco, Seven Alias, maar ook Davina Michelle en een tal van andere singer-songwriters. Het is eigenlijk een bestand van zeg 400 auteurs waar ik mee betrokken ben. Ik maak radio op 3FM, werk voor Beam, het jongerenplatform van de EO. Ik presenteer de Jongerendag, de EO Jongerendag. Dat is waar ik ook veel in aanraking kom met de muziek. Want los van dat ik het presenteer, ben ik ook verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het event. Dus ook de artiesten die daar optreden. En ik heb vroeger ook veel echt christelijke radio gemaakt. Dus toen zat ik helemaal in die christelijke scene. Nu iets minder, maar ik ben een liefhebber. What's your impression of the church and religion today? Well, there's a lot to say. I'm talking about Europe and the Netherlands in specific. I think that we can see a decline of the number of people that actually go to church, because especially young people tend to be less engaged with religious functions or masses. But we also see a lot of people talking about religion or practicing religion in, let's say, alternative venues. And this is where media come into play, because sometimes people can get knowledge of religion or can discuss their religious identities in non-traditional venues, for instance, through the internet or through music, as for an example. Wat voor inspiratie hou jij uit de Bijbel? Ik denk met name hoe je met elkaar omgaat. Ik denk dat heel belangrijk is het beeld dat de Heer Jezus hier op aarde heeft geschapen van wie God is. En het voorbeeld dat hij ons heeft gegeven van hoe we met elkaar om moeten gaan. Dat vind ik heel inspiratievol. Wat is jouw eigen beeld van de Bijbel eigenlijk? Hoe komt hij op jou over? Als de Bijbel is voor mij een soort wonderboek. Waar ik aan de ene kant heel erg door geïnspireerd kan worden en kan denken, wauw, wat staat er veel en wat is dat bijzonder. Aan de andere kant denk ik ook, wat is dit voor boek? Ik kan hier niks mee, ik snap er niks mee, ik vind het saai. Dus het is een soort haat-liefde verhouding waarbij er niet echt haat is, maar wel dat ik soms ook de Bijbel een tijd dicht laat en denk, ik weet het niet. Maar ik geloof wel dat de lessen die erin staan, dat die heel erg belangrijk zijn en heel mooi zijn.
hoe ik nu naar de kerk kijk, is dat ik zou best wel fijn vinden om eigenlijk wat vaker naar de kerk te gaan. Ik ben af en toe wel jaloers op mensen die in mijn omgeving zijn, die wel, zeg maar, in de kerk opgegroeid zijn en daar ook heel veel in leren. Omdat ze een bepaalde houvast hebben en een bepaalde hoop, een bepaald geloof. En ik vind dat iets heel moois hebben. Ik vind dat wel meevallen. Okay. En ik zou het wel zo laten, want dat is eigenlijk het enige wat echt zegt van... Ja, hoe? Dat die vader daar nog steeds staat met zijn armen open. Dus vanuit het perspectief van iemand die nog niet thuis is of die God nog niet kent, dat je nog daar iets over zegt. Misschien toch wel dat wordy, ik vind dat al iets hebben. Am I still worthy of your love ever after everything I did? Misschien iets met Shredded in a Million Pieces, I had so many reasons to leave home. Am I still worthy of your love? Am I still worthy of your love? Zou kunnen. Het kan wel. Am I still worthy of your love? Na 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 na. Het klinkt ook als een vraag, die melodie. Ja. Yeah. On the one above. Hè? Huh? On the one above? Ja. Yeah. A million pieces. I had so many reasons to leave home. Wat vind je van een christelijke boodschap vertellen in een dance track? Nou, ik denk dat het een belangrijk onderdeel is van de hedendaagse popcultuur, dancemuziek. En dat religie niet aan bepaalde vormen gebonden is om... een boodschap over te brengen. Nee, dus dat, ja, ik vind dat hartstikke goed. Ja. I think dance music can provide an opportunity for people to experience religion in different ways. We already see a lot of people engaging with alternative forms of religion and also engaging with media more and more to talk about religion. And those could be, for instance, websites, but also the consumption, for instance, of religious themed movies and TV series. So dance music can be another way for people to consume religion and perhaps getting acquainted to a message in a non-traditional way. Aan de andere kant denk ik dat het geloof op verschillende manieren al in muziek zit. Want als ik bijvoorbeeld naar een Defcon 1 ga, wat het grootste hardstyle festival ter wereld is, dan zijn de teksten die ik daar hoor in de muziek, hebben best veel te maken met toch een stukje worshipping. Het zal niet zo benoemd worden dat het om geloof gaat, maar het gaat wel om het samen zijn, het togetherness. En uiteindelijk sta je daar met z'n allen bij één grote mis en je staat daar allemaal te genieten van de muziek. En de saamhorigheid is daarbij het allerbelangrijkste. Want je gelooft samen in die muziek. En je kan daar heel even in het weekend, kun je daar heel even helemaal op losgaan. Dus ik denk dat het in verschillende manieren al daarin zit. En dat zit ook in de teksten, denk ik al. Alleen op het moment dat jij over worshipping music zou praten, en je zou het echt het label daaraan ophangen, denk ik dat het wat duidelijker is. Alleen daar heb ik zelf niet heel veel ervaring mee. Omdat ja, voor mij zit het eigenlijk al in een deel van de muziek. Oké, duidelijk. Kijk, als op het moment dat je bijvoorbeeld over Defcon praat en je hoort het woord holy grounds. Welcome to these holy grounds. Dat heeft eigenlijk al iets heiligs. Want voor heel veel mensen voelt dat als iets heiligs om daar te zijn. En ja, is daar meteen de link met God gemaakt? Nou, denk het niet. Maar wel het feit dat mensen iets hebben om naar uit te kijken en dat er iets is. Daar waar vroeger was het echt mainstream en christelijk, dat waren echt twee werelden. Zeker in Amerika ook. Hè. Als je als christelijke act daar seculier uitsprak, werd je christelijk niet meer geboekt en andersom. Ja, ik zie dat wel een beetje
in elkaar overlopen. En dat is natuurlijk sowieso wat we in de maatschappij zien. De verzuiling neemt af, alles wordt een soort van één massa. En prima dat je gelooft, maar je doet het maar lekker thuis. Maar we zien dus ook een aantal christelijke artiesten die ineens heel goed de weg weten te vinden naar mainstream radio. Volgens mij gaat het allemaal wat meer in elkaar over. Het geloof weet op verschillende manieren gevoelens neer te zetten. En doet dat door de belichaming van verschillende personages in de Bijbel. En je hoeft niet vast te houden aan die personages. Je zou die personages ook op een andere manier qua gevoel kunnen neerzetten in een liedje. En ik denk dat daar heel veel winst te behalen valt. Zonder dat je het er bovenop legt, maar wel dat je de gelovigen daarmee aanspreekt. In general, a lot of religious messages appeal to general concepts in terms of love, friendship or boundaries. And the more they do that, the more actually that they can appeal to people that are not necessarily strongly religious, but still share some of the values that are traditionally associated with religion. I ran too far from home, I'm here alone, there's no... Now I'm not alone, been so far away. Goed toch? Waiting for me to come home, with open arms you call me home. Oh, you call me home. You were calling me home, with open arms. So I think that when young people are looking for religion, they might be looking for some meaning or some set of values that help them explain what is happening in their everyday life. And sometimes young people are not so attracted by institutional forms of religion because they might see that a little bit outdated. Or some, especially Christian denominations, are not very progressive in terms, for instance, of women's rights or LGBTQ plus rights. So I feel like a lot of young people are looking for forms of religion that speaks to them, but also that gives them a community experience that is meaningful and valuable. And in some cases, they do not really want to attend functions or masses, but they want to have a sense of spirituality that helps them, for instance, connecting with God, or in general, give them a sense of fulfillment or moral guidance. And actually, it's interesting because many sociological studies in Europe showed that young people tend to be not necessarily less religious, but they tend to be less affiliated with religious denominations. And many of them tend to be in search of alternative spiritualities, meaning that they might believe in God or they might believe in some sort of higher power, but they don't really regularly engage with the community of practice. De zondagochtend anderhalf uur in een oncomfortabele bank is gewoon niet aansprekend genoeg voor iemand van wie een 15 seconden filmpje op Instagram te lang is. En dat zegt enerzijds iets over de jeugd, maar anderzijds ook weer iets van joh, op wat voor manier willen we als kerk toegankelijk zijn voor de jeugd? Ik zie twee dingen. Eén, vorm. Alles draait tegenwoordig, en misschien is dat van alle tijden, maar de vorm verandert nogal in de laatste paar jaar. Dus een kerk die op een afgesproken tijdstip een dienst organiseert, die heeft een bepaalde lengte, die heeft een bepaalde traagheid, een bepaalde saaiheid. Kijk, jij en ik zijn gewend om alles te maken. Wij kiezen zelf wat we leuk vinden om te zien. En vervolgens hebben we algoritmes die gaan ons daarin bevestigen. Dus die zorgen dat we alleen nog maar zien wat we willen zien. Dat is ook levensgevaarlijk, maar dat is een andere discussie. Dat zorgt ervoor dat alles snel en flitsend op mij is afgesteld. Dan kom ik daar in de kerk, of school is denk ik ook een mooi voorbeeld. En dan zijn er ineens andere mensen die hebben bepaald wat ik ga zien. Dat is saai. Dus aan de ene kant vorm.
ik vind ook dat het niet altijd leuk hoeft te zijn. De kerk is, hoeft ook niet een soort discotheek te worden, hoor. Maar, en het tweede, en die vind ik nog belangrijker, is thema's. De thema's die in mijn hoofd als jongeren spelen, dat zijn vaak dingen die helemaal niet worden besproken in een kerk. Omdat de meerderheid, zoals in heel Nederland, is ouder. Dus het gaat over andere dingen die voor mij niet zo relevant zijn, soms. En ik denk dat daar de aansluiting dus mist en ook dat dat gat steeds groter wordt. En corona doet daar nog eens een enorme schep bovenop. En dat er dus echt een uitdaging ligt van oké, wij christenen zijn er dus van overtuigd dat we een soort van de allermooiste boodschap ooit hebben. De ultieme boodschap. De ultieme marketinguiting. Oké, hoezo lukt het ons dan nog niet om iedereen daar helemaal van in de band te krijgen? Ja, ik denk dus omdat die vorm niet de beste vorm is. Nou, tegen een maker zou ik zeggen, als christen, kijk naar wat de wereld nodig heeft. En ga dat vanuit dat oprechte verlangen als maker, ga dat delen, ga dat verwoorden, ga dat delen. Nou ja, wat ik gewoon belangrijk vind is dat je op het moment dat jij twee stromingen bij elkaar brengt, dus aan de ene kant de dance en aan de andere kant het geloof, denk ik dat het gewoon heel belangrijk is dat dat op een universele manier gebeurt. Dus dat jij zowel de commerciële kant weet te prikkelen om te luisteren, en aan de andere kant heel erg trouw bent aan het geloof en de gemeenschap, zodat ook beide werelden daarmee in contact kunnen komen met elkaar. En dat je voor de commerciële wereld eigenlijk een soort van sneak peek geeft van wat er allemaal is, zonder dat het daarbij heel erg overdreven er bovenop ligt. En ik denk dat dat iets is om... Daar zit een hele zijde lijn, maar ik denk dat daar wel iets moois zit om te verkennen en te kijken hoe dat kan gecreëerd kan worden. Have we put religion into a box without air to breathe? Maybe we have done it. I believe in new ways and ideas. Religion can be expressed and celebrated in unique ways. In my opinion, faith is too dynamic to be put into a box. It needs space to move, finding its way in new forms through different people and talents. For me, my faith in God is like a dance. It's a reflection. It can be a search, but it's also dynamic. It's alive and it gives joy. I want people to feel that in dance music. Not only the questions and struggles, but also finding joy and meaning in the same story. Just like life.